Hallo allemaal, daar zijn we weer. En zij zijn ook weer die kleine mooie donzige balletjes. Super klein, zacht, lief, donzig, klein eendje. We hebben een uitstapje gemaakt bij wel weer een nieuwe, mooi en rustig. Naar het noorden van het land, naar Friesland zijn we geweest. Het was in april al van 2019 toen we er waren. Begin van de lente, start van een nieuwe leven. Geen tijd gehad om het eerder in elkaar te zetten. Maar goed, er zijn wel andere dingen waar je lang op moet wachten. Want in Friesland willen ze heel graag de 11 steden schaatsen. Maar ik geloof niet dat er daar nog van komt. Dus die kunnen nog heel lang wachten. Goed maar voor de kleine eendje. Want die zou in die ijsmassa gewoon kapot vriezen hier in Friesland. Het heet hier toch niet voor niks Friesland. Het land waar het vriest. Nou ja, we hebben ook altijd het idee van die vastgevroren stugge vriezen. Maar wat ons opviel op straat, dan was dat de jongeren bijna altijd hallo en goeiedag zeiden. Maar de ouderen, die zijn stug. Want die zeiden niks. Maar misschien ontdooit Friesland een beetje. Met de nieuwe generatie. Net als met dit kleine, mooie, donzige balletje. Iets waar een donzige balletje op moet passen, dat is deze. Dat is de bruine kiekendief. Die doet niks lievers dan ja, kleine kuikentjes of kieken. Gaan dieven. Zegt eigenlijk al genoeg. Het is een mannetje. Dat kun je zien aan zijn zwarte vleugelpunten. Het is een hele mooie vogel. En hij houdt behalve van vogeltjes ook van muizen en eieren. En van die kleine eendjes dan natuurlijk. En dan een andere vijand voor die kleine donsbalkjes. Kraaien. En die hadden we hier in overvloed. We kijken even rond. En we laten maar even die beestjes een herrie maken. Nestjes genoeg. Je kunt er eentje uitkiezen. Maar je moet wel blij zijn dat je hier zelf niet woont. Wel een herrie. Eindelijk weer rust. En dan komen we bij een heel ander soort vogeltje. Een heel klein bijzonder vogeltje. De rietgors. Hij lijkt een beetje op een mus, maar dan wel anders. En hij zit natuurlijk heel graag, waar kan het anders, in de buurt van riet. Hier aan de andere kant van de weg. Ze laten zich in het voorjaar wel eens zien, maar de rest van het jaar verdwijnen ze net als de karakiet in het riet. Hij lijkt op een mus, maar dan met een zwarte kop. Een keel en een opvallend witte kraag. Zeg maar een husmus met een bruin koppie. Hij houdt van riet, dus er moet wel veel water zijn. Nou, daar hebben we hier genoeg met de Friese meren. Hij is niet echt zeldzaam, dus als je hem een keertje tegenkomt, dat is al best. Als er maar genoeg riet bij het water is. En we kijken nog even naar hem.
en dan een andere vogel die van water houdt. En deze, die het net beet gehad, zei dat hij niet in het water was, maar gewoon in het weiland. Want daar liep, ja, toevallig deze kikker of pad, wat is het? Die liep daar rond en nou, gek genoeg, gaat die reiger toch naar het water toe. En wat gaat hij daar nou doen? Hij wil zich verstoppen, maar ja, wij zijn natuurlijk ook niet van gisteren. Dus wij rennen achter hem aan. En dan lijkt het wel of dat hij hem wil gaan laten verdrinken. Want ja, zo komt het toch maar slecht aan uw einde. Want het ziet er allemaal een beetje stilletjes uit, maar het beweegt nog aan alle kanten. En ik zit hem hier te bekijken, een minuutje, terwijl dat hij die kikker naar binnen toe had zitten te bewerken. En daar had hij best veel moeite mee, want het is een flinke hap. En dat moet dan toch allemaal door die smalle snavelbek. Dat is wel een flinke lange, maar ook een beetje smal. Het duurt dan ook even voordat het leed van de kikker geleden is. Voordat hij eindelijk wordt doorgeslikt. Ja, misschien had hij zelf wel eens een kikkerbilletje op. Ik hoop dat het gemakkelijker ging dan wat je hier ziet. Misschien was een bord met een mes en een vork toch wel handiger geweest. Maar hij geeft niet op. Tja, en dan moet ik nog een stuk door die lange nek zakken, hè? Dus ik zou er ook nog gauw iets achteraan drinken. Dan komt het allemaal wel goed. Ja, en deze twee, die willen er meer maken. Ja. Het huisje is al klaar. Kijk, ze zitten gezellig op elkaar. Het huisje is al klaar. Hop, feestje bouwen, jonkies erin. En dat komt goed uit. Want deze torenvalk, die staat op de rode lijst. Hij houdt van die nestkastjes. En in het voorjaar houden ze ook een beetje extra van elkaar. Tja, en dan komen er weer jonkies bij. En dat is alleen maar mooi. Prachtige, mooie vogel. Nou, en dat was hem alweer voor deze keer. Maar Friesland was veel groter dan alleen dit stukje. Maar na 10 minuutjes, dan is het alweer mooi geweest. Dus we kijken nog even naar deze valken. En ik zeg graag weer tot de volgende mooie en rustig. Thank you.